Op wie moeten we stemmen in maart 2018? Dan zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daarnaartoe was er dinsdagavond een bijeenkomst voor bestaande partijen en ook voor nieuwe deelnemers aan de verkiezingen. Tijdens deze avond werden alle belangrijke onderwerpen besproken op basis waarvan de stemmers hun keuze kunnen bepalen bij de verkiezingen. Wat is belangrijk? Hoe gaat de gemeente het geld uitgeven? Wat willen de partijen op het gebied van milieu, cultuur of sport? Daarvoor werden de belangrijkste vragen behandeld en die komen in het kieskompas. De partijen geven aan wat zij het belangrijkst vinden en hoe ze over verschillende onderwerpen denken. Het kieskompas wordt enkele weken voor de verkiezingen openbaar gemaakt om kiezers een stemadvies te geven op basis van wat zij willen.